Michel van der Loop, wat zette er je toe aan in België te komen voetballen en leven? Ja, ten eerste omdat dus, als je dus wil gaan trouwen, de mogelijkheden om een huis te krijgen hier beter zijn. En ten tweede, ach, ik kwam in contact met Sint-Truiden en vanaf de eerste dag dat ik hier eigenlijk kwam, beviel het me best. Het is hier dus betaald voetbal, maar het is hier menselijker dan in Nederland. Bij ons is het echt allemaal helemaal keihard zakelijk. Ik vind het hier, de mensen zijn geschikter, gewoon makkelijker. De verdiensten zijn veel beter als in Holland. En de huisvesting en dergelijke is makkelijker een huis te krijgen hier als in Holland dus. In de richting van Koens. Polonis. En Koens bijna bij de bal. Lievens. En die bal zit. Na precies een kwartier. Kaspsak eruit. Vervangen door De Ferm. Daar bij de bal. En die bal zit. En na 7 minuten in de tweede verlenging. Beerschot met een 2-1 voorsprong. En dat zal moeilijk zijn, erg moeilijk, voor Sint-Truiden om terug te slaan. En van Beerschot, zeer sportief na de wedstrijd, heeft toegegeven dat wij de morele overwinnaars waren.